Schrijven, schrijven, lezen is verschrikkelijk belangrijk. Maar voor mij, voor jongeren, blijft dat in de 20%. 80% is gewoon kop naar beneden, tanden op elkaar, gas op die zuiger. Ga, ga gewoon competenties bouwen. Ga vaardigheden ontwikkelen. Ga ervaringen opdoen. Ga op je bek. Laat je, ga relaties aan met open hart. En je wordt gekwetst of je raakt verdrietig. Maar als jij, ik heb een bedrijf en ik loop vast. Ja, hoe lang ben je hier met alles dat je hebt, nou al met focus? Eén doelgroep, één, één specifiek probleem, één onderscheidend vermogen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig? Korter dan drie jaar, dan, heb, dan, dan weten we nog helemaal niks. Mm -hmm. Dus dan heeft het ook geen zin om, om na te denken. Ja, wat is het beste trainingsschema? Welke supplementen moet ik gebruiken? Doe je al, nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen vijf jaar lang... vier keer in de week snoeihard trainen? Eet je voor uh, 90% biologisch uh, en biodynamisch vlees, vis, fruit en groenten? Slaap je... Acht, negen uurtjes per nacht in goede in slaap. Uh, zit je minder dan twee uur op je telefoon? Al nou, als dat allemaal ja was, oké, okay, dan gaan we het hebben over je trainingsschema en over je supplementen.